Dit is de publicatie die op 12 februari is verschenen. Stirl calculated the sensitivity for our detector, but that was for binary neutron stars. But we saw binary black holes, so we still have to check. We have still have to check your calculation. So what we gezien hebben wordt hier een beetje duidelijk gemaakt. Dus dit is een numerieke relativiteitstheorieberekening met de parameters van onze detectie. Dus de achtergrond is zeg maar ruimte en de kleur geeft de shift in tijd aan. Die pijltjes geven aan dat als je een deeltje zou laten vallen, hoe die in dat zwarte gat zou verdwijnen. En het zwarte gat is ook een beetje schematisch zijn ze aangegeven. Dus je ziet ze om elkaar heen draaien. En langzaam, dus dit heet in spiral phase. Dan op een gegeven moment komen ze heel dicht bij elkaar omdat ze energie verliezen. En ook de frequentie neemt toe en de amplitude neemt toe. Totdat op een gegeven moment die twee zwarte gaten elkaar gaan raken. Dat gebeurt hier. En u kunt zien dat de ruimte en tijd enorm vervormd worden. Het zwarte deel is achter de horizon. Dus alles wat daarin gaat, zien we niet meer terug. En hier wordt nu, dit is de merger, hier wordt nu één groot vervormd zwart gat gecreëerd. En dat zwarte gat moet volgens de theorie terugvallen naar zijn kertoestand. En dat betekent dat die elke vervorming straalt die uit in termen van gravitatiestraling. Op een gegeven moment is dat zwarte gat gevormd, 62 zonnemassa's. En je ziet dat daarna ook helemaal niets meer gebeurt. Dan is het helemaal stil. Dat zwarte gat staat daar, tolt met een enorme spin, maar zendt geen straling meer uit. En deze golfvormen heeft 15 vrije parameters. En de volgende spreker kan daar veel meer over vertellen. Het misschien wel interessantste wat ik zelf vind van deze observatie is niet zozeer in spiral, dat deel kan ook met die Kepler-vergelijkingen enzovoort, maar op een gegeven moment krijg je dat vervormde zwarte gat en dat kun je zien als een gedeformeerd object waar je eigenlijk met een hamer op slaat en wat dan moet klinken, wat een toon moet geven volgens de geometrie. En ook de stijfheid, de deformatie, de vervormbaarheid van dat object, van ruimte-tijd. En dat wordt aangegeven in dat zwarte cirkeltje. Dus je verwacht dat als je hem aanslaat, dus dat, en dat gebeurt bij de vorming, dat hij met 250 hertz trilt en dat hij binnen een paar milliseconden vervalt naar stilte. En als wij dus kijken wat we meten, dan zie je die curves eromheen bij 3 milliseconden, 5 milliseconden, 7 milliseconden. Dit is volledig consistent met wat je verwacht op basis van algemene relativiteitstheorie en het feit dat het object een zwart gat is. Dit is dus nog nooit eerder vertoond. Dus deze publicatie zegt eigenlijk, wat zien we? We zien de botsing van twee zwarte gaten. We zien de vorming van één zwart gat. Op dat moment dat dit gebeurde, was de energie die uitgestraald werd, het vermogen was meer dan de som van alle sterrenstelsels op dat moment in het universum. Dat is het meest krachtige event ooit gedetecteerd. We meten het door de trillingen in ruimte-tijd zelf te meten, zwaartekrachtsgolven ook nieuw. En we hebben alles wat we gezien hebben onderworpen en gekeken of dit consistent is met Einstein's theorie. En binnen de nauwkeurigheid die we hebben, en dat is één event met een tijdsduur van 0,2 seconden, klopt het. En de theorie is nooit in deze omstandigheden getest. Nou, ik hoor te vertellen van hoe we het gemeten hebben, dus dat zal ik proberen te doen. We hebben twee detectoren gebruikt. We gebruiken daar een interferometer voor. En eentje staat in de staat Louisiana en de andere in de staat Washington. Dit zijn de detectoren van LIGO, die stonden toen aan. Er is ook een detector GEO in de buurt van Hannover, maar die had niet de gevoeligheid om bij deze lage frequenties een goede meting te doen. En dan is er nog Virgo, maar die komt pas later dit jaar online. Dus hoe werkt dit? Je pakt een laser, dat is dat rode ding daar, en je splitst de laserbundel in twee bundels en die stuur je naar twee eindspiegels. En dan wordt die laserbundel teruggekaatst en als die lengte even lang is van die bundels, dan krijg je destructieve interferentie en dan zal die detector die daar staat, rechtsonder, die meet dan niets. Op het moment dat een gravitatiegolf komt, dan probeer je verschillende lengtes en het is een quadrupole deformatie en dan begin je licht te zien op die detector. En wat wij zien is een verschuiving van een donkere fringe van 1 miljardste met deze detector. Nou, dit is het simpele verhaal wat we standaard vertellen, maar in werkelijkheid doen we iets meer. We zetten nog extra spiegels neer.
En dat maakt dat het licht wat aan die armen gaat, honderden keren op en neer gaat. En hierdoor krijgen we honderden keren meer gevoeligheid voor faseverschuivingen. Dat zijn zogenaamde Fabry-Perot cavities. Dat is één ding wat we doen. Het tweede wat we doen, is dat het licht gaat allemaal terug richting die laser. Nou, dat is zonde, dus je kunt net zo goed daar een spiegel neerzetten en al dat licht wat eruit komt weer teruggooien in die interferometer. Dat geeft weer een extra factor 50. Dat is dus de power recycling. Wat je ook kunt doen, is het signaal zelf nog een keer teruggooien in de interferometer. En dan krijg je nog meer gevoeligheid. Verder is er een ringvormige cavity aan de linkerkant. En dat is om ruis van de laser eruit te filteren. Dit heet een dual recycled Michelson interferometer. Dit is het experiment. Dit is het apparaat dat we gebruikt hebben. En de verplaatsing van de spiegels bij deze gebeurtenis was een miljardste van een nanometer. En dit was een grote verplaatsing. Dat was echt een heel krachtig event. Wij kunnen honderden keren kleinere dingen zien. Als je die spiegels op de grond zet, dan zie je dat die grond trilt. Dus dat kan niet. Dus dat betekent dat al die optische componenten, die moet je trillingsvrij maken. De grond trilt typisch miljarden keren meer dan het signaal dat we proberen te meten. Dus alles hangt aan dit soort, ja, we noemen dat superattenuators. Dat zijn eigenlijk een soort schokdempers, maar dan heel erg goeie. Dus daar zitten niet alleen de optica van het instrument aan, maar ook alle sensoren waarmee je dat instrument bestuurt. Vijf van die dingen zijn gemaakt hier in Amsterdam. Alle optica wat nodig is voor die ring cavity, daar aan de linkerkant, zijn gemaakt in Amsterdam. De trillingsonderdrukking van de laser, lasersysteem, is gemaakt hier in Amsterdam. Dus we hebben en dat is voor de Virgo-detector. Dus daar hebben wij een vrij grote bijdrage aan geleverd. Dus nu kan alles trillen, maar je ziet, de optica zelf heeft daar geen last meer van. Wat we verder moeten doen, is dat we moeten zorgen dat alles zich in een vacuümsysteem bevindt. Dus Virgo is het grootste vacuümsysteem in Europa. We hebben daarvoor deze cryogene linken aangebracht, vier stuks. Zijn ook allemaal ontworpen en gebouwd in Amsterdam. En geïnstalleerd in Italië. En dus dit is 7000 kubieke meter vacuüm, een ultrahoog vacuüm, 10 met 10 millibar in dat gebied. Wat we dan verder doen, is dat dit is een beetje een compact plaatje, maar in werkelijkheid zijn die armen 3 kilometer lang voor Virgo, 4 kilometer lang voor LIGO, en die ring cavity die is 145 meter lang. Dus dat geeft een beetje het idee. De gevoeligheid van deze detector kun je vergelijken met het meten van de afstand van hier tot de volgende ster, Proxima Centauri, 4 lichtjaar. Die afstand meten met een relatieve lengteverandering, meet je dan van de grootte van een haar. Dat is wat wij kunnen met dit apparaat. Hier is een van deze componenten. Dit is de zogenaamde power recycling spiegel van LIGO. En dus alles bevindt zich in vacuüm, ultrapure optica enzovoort. Fantastische technologie is dit. Dit is de gevoeligheidscurve van de twee instrumenten. En die H die daar staat, aan de linkerkant, dat betekent eigenlijk delta L over L. De relatieve lengteverandering die je kunt meten. Dus 1 deel op 10 tot de macht min 23 bij frequenties rond 100 hertz. En dat is een meting die je dan doet in 1 seconde. In een bandbreedte van 1 hertz. Dat is wat het betekent. Het is een spectral density. Nou, als je de zwaartekrachtgolven wilt meten, dan heb je een heel spectrum aan mogelijkheden. En het begint eigenlijk bij 10 min 16 hertz. Dat zijn die zwaartekrachtgolven die op de Hubble-schaal, op kosmologische schaal, optreden. En dus dat doe je met de kosmische microgolf achtergrondstraling. Je kunt meten het bij nanohertzen. En dat is dat gebiedje daar. Je kunt met ELISA meten bij millihertzen. En onze detectoren bevinden zich helemaal rechts. Die gaan van 10 hertz tot 10 kilohertz. Dus als we er doorheen lopen, die kosmische microgolf achtergrondstraling, dat was groots aangekondigd in maart 2014... dat in die achtergrondstraling effecten van gravitatiegolven gezien zouden zijn. Dat was ook aangekondigd in Nature. In het septembernummer van Nature kwam de terugslag. Toen bleek dat het eigenlijk stof was in onze melkweg. Dus dit is nog niet gelukt, maar mensen zoeken hier wel naar. Dus dit zou kunnen lukken. En als dit lukt, zie je dus gravitatiestraling van de oerknal. Dat is de motivatie hiervan. Dit zijn die pulsar timing arrays. Dus deze groepen, dat zijn 3 internationale groepen, ook Europese groepen, ook Westerbork is erbij betrokken.
Die kijken in het nanohertz-regime. Dat betekent golflengtes van lichtjaren. Dus je moet je voorstellen dat als je je detector hebt en je meet op die manier, dus dan komt over jaren komt één golflengte langs. En dan moet je misschien 10 of 20 nanoseconden tijdverschillen meten over die periodes. Dus het is een heel ook technisch vernuftig experiment. En je kijkt dan naar supermassieve zwarte gaten. Dit is ELISA, dat is in het millihertzgebied, goedgekeurd in 28 november 2013. Dit is een interferometer in de ruimte. Dan kun je armen maken van miljoenen kilometers. En er is op 3 december vorig jaar is LISA Pathfinder gelanceerd. Die gaat naar L1, dat is het Lagrange-punt, 1,5 miljoen kilometer hier vandaan. En dan zie je 2 kubusjes. Die kubusjes zijn zo groot, 4 centimeter. En die zijn in vrije val gebracht. En dan die bevinden zich 40 centimeter van elkaar. Die zijn vrijvallend. En dan is er een kleine interferometer. De blauwe straal is de referentiestraal. En de rode straal kijkt waar die blokjes zich bevinden. En die blokjes die vallen dus vrij. Ja? En je meet op deze manier de afstanden. Maar er bevindt zich natuurlijk in een kleine satelliet. He, dus dat is ingepakt en dit zit verder in een satelliet. Je moet die afstanden heel nauwkeurig meten. Dus het is een picometerniveau metingen. Terwijl het ruimteschip, dat heeft stralingsdruk van de zon. Kosmische straling kan opgeladen worden. En je moet dus constant met kleine stuurraketjes, met direct free control, dit ruimteschip centreren rond die vrijvallende blokjes die je niet mag raken. Nou, het mooie hiervan is, gisteren, 24 februari, is dit gelukt. Dus dit is een aankondiging van ESA dat Freefall is gelukt met LISA Pathfinder. Nou, dan heb je de interferometers die we nu gebruiken. Dus de 2 LIGO, links een interferometer in Hannover, Virgo in Italië en Kagera in Japan. Wordt gebouwd op dit moment. En ook hoorden we vorige week dat het parlement in India een interferometer heeft goedgekeurd om te bouwen in India. Het heet LIGO India of Indigo. En we gaan natuurlijk proberen deze instrumenten beter en beter te maken de komende jaren. Maar op een gegeven moment bereik je de limiet aan wat je kunt doen in deze infrastructuur. Dus wij zijn aan het kijken, wat zouden we daarna kunnen doen? En dit is wat op de roadmap staat van APEC, Europese Commissie voor Astrodeeltjes Fysica. Dit is een ultiem observatorium, een faciliteit, zeg maar voor de komende 100 jaar, waar aan gedacht wordt om dit te realiseren. Er wordt gekeken naar verschillende sites, maar één van de sites is in Nederland. Een mogelijke site, een kandidaat site. Dit is het gebied in Limburg, heeft een unieke geologie. Want hier komt 400 miljoen jaar oude rots aan het oppervlak. En daar zou je ideaal dit in kunnen bouwen. Dus dit is iets wat we zeker onderzoeken. 10 kilometer lange buizen, 30 kilometer in totaal. 6 interferometers zitten hierin. Dit is een 30 kilometer buis met 6 meter diameter. Dus dit zou wetenschappelijk fantastisch zijn. En ik zal er zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar ik denk een unieke kans voor Nederland. Maar hetzelfde wordt ook gezegd in Italië. Een unieke kans voor Italië en ook in Hongarije. Dus wij zijn niet de enige die hier aan denken. In Limburg worden mensen redelijk opgewonden. Dit stond bijvoorbeeld in het Limburgs Dagblad. Wat ik heel mooi vond, dat staat wetenschap. 100 jaar na dato wordt de relativeringstheorie bevestigd. Kijk, dan gaat mijn hart sneller kloppen van Zuid-Limburg. Dus wat kun je nou doen met Einstein telescoop? Het mooiste wat je zou kunnen meten is natuurlijk signalen van de oerknal. Want zwaartekrachtgolven, dat is eigenlijk is het enige signaal wat rechtstreeks van 10-35 seconden van de oerknal kan komen. De vraag is alleen van hoe ziet het spectrum eruit? Nou, iedereen die mij kan vertellen wat de fysica is, 10-34 seconden na de oerknal, ja, dat zou heel knap zijn, maar dat is nou juist wat we willen onderzoeken. Einstein telescoop, in ieder geval 5 decades van frequentiebereik waarmee wij kunnen kijken. En dat is meer dan welk experiment dan ook. Het andere is kosmografie. We hebben nu een detectie gedaan. Met Einstein telescoop verwachten wij 100.000 detecties per jaar. Binaire neutronensterren, binaire zwarte gaten. Op het moment dat je dat hebt, het mooie van die systemen zijn, is dat als jij de massa scant en de spin, en die haal je uit de golfvorm,
met de frequentiepatroon, dan weet je ook wat de amplitude is. Dat kun je uitrekenen. Je kunt meten wat de amplitude is. Dus je weet de afstand. Als er een neutronenster in zit, kun je bijvoorbeeld de roodverschuiving bepalen. Dus je kunt kosmografie gaan doen. No problem. En dit is zeker iets wat we willen doen. Dus je kunt daarmee bijvoorbeeld dingen doen als Hubble-constanten bepalen op een hele onafhankelijke manier. Maar dat gaan we nu wel doen met LIGO en Virgo. Maar je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld de equation of state parameter van donkere energie. Dus dat kan ook op deze manier. En dit is een manier met hele andere systematische fouten. En ik ben natuurkundige. Dus je kunt ook ultieme natuurkunde doen van wat gebeurt er nou precies op de rand van een zwart gat. Is Einstein's theorie correct of gaat die theorie falen? De relativiteitstheorie is de beste theorie die we hebben op dit moment van gravitatie. Alles wat we doen in kosmologie is op dit moment gebaseerd op deze theorie. Dus als we die theorie nou kunnen onderwerpen aan dergelijke stringente test, dat is dat wat ik denk dat we zouden moeten doen. En ik wil het hierbij laten.